Ik denk dat de ruimte is voor iedereen, maar dat er gewoon mensen een, een beetje breed aan tafel zijn gaan zitten. You gotta stay calm, you gotta stay composed, weet je. Emotie is onderdeel van alles wat wij doen. Letterlijk van alles. Feminisme begon met het streven naar gelijke rechten voor vrouwen ten opzichte van man. Inmiddels gaat het over zoveel meer. Er is veel verzet tegen feminisme. Veel mensen noemen zich liever geen feminist. Maar als feminisme draait om gelijkwaardigheid tussen mensen, waar komt die negativiteit rondom feminisme dan vandaan? Wat is het imago van feminisme? Is er ruimte voor ieder stem? Waar wordt eigenlijk allemaal voor gestreden en waarom? En hoe kun jij op je eigen manier ook feminist zijn? Is er ruimte voor mijn stem? Ligt er echt aan welk podium? Mm. Um, kijk, uh, binnen de activisme, uh, daar is er ruimte voor mijn stem, obviously. <laughs> daar is er, um, wordt mijn stem heel erg gewaardeerd, zelfs. Is er ruimte voor mijn stem binnen de politiek? Is er ruimte voor mijn stem binnen het onderwijs? Of op de arbeidsmarkt? Of binnen de uh, medische sector? Ik don't know of er ruimte is voor mijn stem. Voor mijn stem? Ja, zeker. Absoluut. Ik heb zeker het gevoel dat er ruimte is voor mijn stem. Dus dat je stem letterlijk en figuurlijk gehoord wordt. Ja. Ik heb wel het gevoel dat er naar me geluisterd wordt. Ja. Er wordt niet naar me geluisterd, tenzij ik die ruimte inneem. Ik denk dat er de ruimte is voor iedereen, maar dat er gewoon mensen een, een beetje breed aan tafel zijn gaan zitten. Ik moet gewoon schreeuwen om gezien te worden. Ik denk dat, het, dat we echt in een tijdperk zitten waarin we ruimte maken voor onze eigen stem. Maar aan tegelijkertijd denk ik dat er nog heel veel te winnen valt, want op heel veel besluitvormende posities en bij de overheden is er gewoon uh, nog steeds geen ruimte voor mijn stem. En zie ik juist dat heel veel regels en heel veel besluiten die genomen worden, dat die vaak uh, niet positief zijn voor specifiek moslimvrouwen, zichtbare moslimvrouwen. Ja, kijk, we hebben het natuurlijk veel makkelijker dan andere uh, vrouwen. We zijn witte vrouwen, we hebben kans gekregen qua opleidingen, alles. En um, dan hebben wij gewoon al stappen voor op andere vrouwen. Privilege is in een aantal jaren best wel een woord geworden wat mensen heel akelig vinden. En heel veel mensen voelen zich best wel beledigd als je erop aanspreekt. Maar ja, heel eerlijk gezegd, ik kan er niet heel veel aan doen dat ik een privilege heb omdat ik wit ben. Wat ik wel kan doen, is dat privilege erkennen en het gebruiken voor de personen die dat privilege niet hebben. Er wordt meer naar ons geluisterd. Misschien kunnen we dan ook die rol gebruiken. om ervoor te zorgen dat er aandacht op komt. en ook op bepaalde momenten juist een stap opzij doen. zodat andere vrouwen ook dat podium krijgen. of een groter podium krijgen. Ik denk dat het per definitie zo belangrijk is. om andere mensen ruimte te geven. Want dat is wat voor mij feminisme in de kern is. maak een keer ruimte voor iemand anders. en met. Iemand anders of anderen bedoelen we denk ik mensen die structureel monddood worden gemaakt. Die mensen die moeten die ruimte gewoon krijgen. Oké, okay, bedankt dat je mij deze ruimte wilt geven. Maar ik denk dat je meer hebt aan deze persoon. Ik denk dat we langzaam naar een wereld begeven waar misschien ruimte is voor mijn stem. En dan zeg ik mijn stem, uh, zwarte stem, uh, zwarte queer vrouw. Arbeidsklassen. Ik hoop dat er steeds meer ruimte komt voor mijn stem en ik denk door alle demonstraties en black lives matter situatie waar we in zitten in Nederland, ja dat daar een soort van nieuw momentum is gekomen en dat ik denk van ja misschien komt er wel ruimte voor mijn stem. We are strong! We are strong! We are beautiful! Het is de laatste tijd makkelijker geworden om gelijkgestemden te vinden. En dat ligt met name denk ik aan sociale media. Het bestaan is heel breed getrokken, als in we hebben nu zoveel meer zicht op wat er op de rest van de wereld gebeurt. Mensen kunnen aan de andere kant van de wereld, of tenminste, laten we even in Nederland houden, in Groningen kunnen meekijken hoe mensen in Den Haag of in Amsterdam over iets nadenken. Ik ben zelf bijvoorbeeld uh, deel van een collectief van mensen met een beperking feministen met een beperking. Het heet Feminist Against Ableism. Wij hebben elkaar eigenlijk allemaal via internet leren kennen. Voor mij heeft het altijd heel geholpen om uh, gelijkgestemden op te zoeken. Omdat je daarbij ook een klankbord hebt en um, ideeën kan delen en door hen in elk geval gehoord wordt. En zo kan het een beetje uitdijen en groeien denk ik. Ik denk wel dat mensen daar heel gevoelig voor zijn. En, en ik denk ook oprecht dat mensen van zichzelf uh, een goed hart hebben en het gevoel van um, gelijkheid en strijden voor gelijke rechten. En als ze zien dat iedereen het doet, dan voel je je zo genoodzaakt om dat ook te doen. Dat vuurtje gaat pas branden als je het ziet gebeuren. Geef elkaar de ruimte. Ben je wel echt aan het luisteren? Laat de ander toe in je hart. Voor alles wat ik doe is de toon super belangrijk. Mijn werk is altijd voor zeker 20 tot 50 procent afhankelijk geweest van een bepaalde mate van ironie en, uh, en sarcasme. En daar moet natuurlijk ook wel een plek voor blijven, maar tegelijkertijd. Is het ook belangrijk dat, dat dingen niet vertroebeld raken of dat het lijkt alsof ik een, een grapje maak ergens van of zo. En daar ben ik nog heel erg naar, uh, naar op zoek. Oeh, ja. Uh, 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 uh. uh, yeah. Ik denk dat als vrouwen zijn, er sinds dag één wel aangeleerd wordt dat toon belangrijk is. You gotta stay calm, you gotta stay composed, weet je. Ik kan me best wel goed aanpassen aan mensen en andere mensen hun toon. Dus als ik weet dat iemand echt totaal aan, het andere, aan de andere kant staat van waar ik sta met mijn, met mijn kijk op de wereld. Um, dan, dan weet ik dat het geen zin heeft om op bepaalde, om bepaalde dingen te zeggen. Omdat ik ze dan gelijk boos maak. En dan luisteren mensen niet meer. Tone policing is voor mij um, eigenlijk... ...mijn mening of mijn reactie wegzetten omdat het niet op het juiste manier gezegd wordt. Ik denk dat toon ook wel iets is wat heel erg meegenomen wordt in minderheidsgroepen... ...om ze dus te onderdrukken en om ze kalm te houden. En dat daardoor het ook dus een essentieel deel is van het beeld van de feminist. Door te zeggen van, oh ze zijn luidruchtig en boos en... Uh. Um, dat je met dat idee soort van net mensen kalm om stil te blijven. En als je mensen dwingt om kalm om stil te blijven... Creëer je minder ruimte voor soms uit te spreken? Als ik in boosheid iets zeg, zullen mensen het heel vaak zeggen van ja, maar je bent boos en je bent agressief en uh, um, uh, je moet het op een andere manier zeggen. Kan je het niet op een liever manier zeggen? Kan je het niet zo zeggen? Of ik luister naar je wanneer je niet meer boos bent. Pardon? Mijn boosheid is juist de reden waarom ik dit zeg. Dus mijn boosheid is hier onderdeel van. En je moet mijn boosheid horen en zien en voelen. Ah, dat, is gewoon, dat, 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 is, dat is mensen wegzetten, terwijl emotie is onderdeel van alles wat wij doen. Letterlijk van alles. Hoe zit het met mijn inhoud? Hoe zit het daarmee? Want over mijn inhoud, daar hebben we het niet over, nee, we hebben het over de toon. Zoek ook naar nuance: Ambiance is ook belangrijk. Zijn dat van dure woorden? Die bravoure is toch niet nodig? Ik doe toch mijn best. Ik snap niet eens wat je zegt. Je moet toch een beetje edgy klinken. Vrouwen, vrouwen, vrouwen. Zullen we elkaar eens niet in de haren vliegen? Hoe zorg ik dat ik gehoord word? Kijk, een deel is, uh, is niet alleen aan mij. Hè? Aan mij horen is ook de ander die wat luisteren. Ik denk dat dat het grootste probleem is van. Uh, ja, ik wil zeggen de 21ste eeuw, maar dat klinkt misschien heel uh, overdreven. Maar van mensen überhaupt. Mensen luisteren gewoon niet naar elkaar. Ik zie steeds meer dat mensen dan zeggen dat ze in gesprek zijn met elkaar. Maar eigenlijk hebben ze gewoon allebei een betoog. En hebben ze al meningen die vaststaan. En die zeggen ze dan tegen elkaar, maar hun oren zijn dicht. Het is heel goed als uh, mensen, en dan eigenlijk vooral mannen, wat vaker hun bek houden. En gewoon eerst even de, hetgeen wat de ander zegt... Uh, laten bezinken en proberen te ontleden voor wat het is. En je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Ik vind je niet meteen een slecht mens omdat je een mening hebt waarvan ik vind dat die niet klopt. Maar het is het allerbelangrijkste dat je wel in staat bent om nieuwe informatie tot je te nemen en daar uh, je, uh, ja, je, je wereld op aan te passen. En dat is best wel iets waar ik actief mee bezig ben, denk ik. Gewoon het, het vragen stellen van waarom vind jij dit dan? Waarom um, heb jij het gevoel dat er helemaal geen verschillen zijn... tussen mannen en vrouwen? Waarom heb jij het gevoel dat um, white privilege niet bestaat? Weet je wel? Waar, waar, waar zit dat dan? Of waarom voel jij je gediscrimineerd als wit persoon? Dus zelfs die vragen stel ik. Gewoon omdat ik denk, waar kom je vandaan? Want je hebt ergens een reden voor. Mensen zijn een beetje gestopt met... Vragen naar die reden en daardoor krijg je heel veel onbegrip en daardoor bang voor elkaar zijn en boos worden en dat soort ongein. Um, waarvan ik denk: als je inderdaad meer zou luisteren, zouden we al zoveel oplossen. Een anekdote waar ik ineens aan moet denken, is, uh, ik heb een keer een programma georganiseerd voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daarin uh, vertelde een burgemeester dat uh, ze in een groep kinderen uit groep 5 aan het rondleiden was in haar gemeente. En op een gegeven moment zei een jongen tegen haar: kan je als man ook burgemeester zijn? Want de, vrouw was een, de burgemeester was een vrouw. Ik vind dat zo tekenend van hoe belangrijk het is dat vrouwen heel veel posities in de verschillende posities in de samenleving kunnen hebben, zodat Iedereen kan denken van, oh ja, als vrouw zijn, dan denk ik, oh, ik kan ook acteur worden. Ik kan ook zangeres worden. Ik kan ook uh, minister-president worden. In de tijd van nu wil ik graag zeggen dat het niet zo moeilijk is voor, dat iedereen een gelijk podium kan krijgen. Maar dat is jammer genoeg nog steeds niet zo. Ik moet ook zeggen, toen ik ermee begon, was ik ook wel bang. Want ja, ik heb nog nooit een surinaam in rolmodel gehad. Naar wie ik kon kijken, Baf, uit Bollywood. En dat is wel iets wat je graag wilt als klein meisje. Je wilt niet alleen maar... Ja, witte vrouwen zien, want je kan, je, je kan jezelf niet echt zien in hun. Aan de ene kant ja, je stem wordt nog steeds niet gehoord op systeemniveau. Maar uh, op andere manieren kan je toch je stem laten horen. En ik hoop heel erg dat dat uiteindelijk van bottom-up gaat. Dus van het volk op microniveau naar macroniveau uh, gaat veranderen. En dat uh, alle stemmen gehoord gaan worden op macroniveau. Een groot onderdeel van feminisme is dus de strijd om überhaupt gehoord te worden. Dat er geluisterd wordt naar wat je te zeggen hebt en dat je serieus genomen wordt. Dat podium nemen om je stem te gebruiken. Die microfoon pakken of doorgeven. En dan ga je pas echt iets zeggen. Ja, ik snap gewoon niet waarom zij dit mag zeggen. Ik sta toevallig in het midden. Laten we ons focussen op de inhoud in plaats van op de buitenkant. Ik vind het gewoon oneerlijk gelijk!